Goedemorgen. Het is woensdag, kort na 11. Hier staan we zitten in de vlog. Aardige moeder heb je. Ja, ik vind het wel grappig, ja. Nederlander die het grappig vindt. Nederlander in de Belgische bossen. Moet je ook een smintje, jongen? Stink ik zo hard? Ja, je stinkt inderdaad zo hard. Oh, kijk, ik moet jou dus even hier aan de lijn houden. Toen dachten we op een gegeven moment, nou, we gaan maar een boomstuk maken. Toen stonden we zo te hijsen aan een boom. Dat hoeft er niet in. Beetje rondgekeken. Zeker. Ja. Met het echt racebakje. Punto. Punto. Een dikke foto's gemaakt. Samen, je moet die foto's maar eens doorsturen. Ga ik doen, ouwe. Dat is goed. Old school, hey. Ja, moet verschil zijn, hè. Oké, dat is wel weer goed. Hier, Sam had gevraagd om iets te gaan doen. Hè? Dus we gaan het Scholtenstof binnen. Dat is een verlaten restaurant. Maar ik hoop dat we binnen geraken. Die koepel is wel heel vet, hè? Ja. Wel vet, hè? I still see your shadows in my room crying. Never forget. 2K. Dicht bij huis? Dicht bij huis. Ja. Voor mij dan toch? Mijn. Nee. Kut aan die. Dag Sam. Fucking love you. Doei. Ja, mooi. Was zalig. Gisteren kampvuur, vandaag urbex, een beetje rondgetoond in de hele buurt hier. En nu ga ik wat werken thuis, een beetje op de computer. Want ik moet nog een paar dingen regelen, want gisteren heb ik een nieuwe klant kunnen fixen. Super nice. Oké, let's go. Let's go home and let's do some work. Ik ga slaap, maar al nacht door alleen omdat ik me vek. Yo boys, onderweg naar Dillen. We gaan aan de auto werken. Mijn remmen hangen vast. Of ja, mijn ene linker rem die schuurt constant. Dat is een beetje spijtig, want het is een onvoorziene kost van €440. Nu heb ik het geluk dat ik een top kameraad heb. Die ook nog eens mechanicien is. Die mij kan helpen. Slash, hij, ja, ik kan dat eigenlijk niet. Dus hij fixt dat voor mij. Ben ik hem echt super dankbaar voor. Ik ga jullie dus nu meenemen, want we gaan alles vervangen van remklauwen, remschijven, alles. Zeer spijtige zaak, maar ja, als je een auto hebt en rijdt, moet je hem ook onderhouden, vind ik. Ik kan er nog mee rijden met de radio harder, maar ja, welk nut heeft dat? Dan gaat er uiteindelijk iets anders kapot, dus ja. Dat is de avondactie, dan ga ik thuiskomen en op het moment dat ik thuis kom, dan ga ik alles inpakken voor morgen, want morgen rijd ik naar Oostenrijk. Ja, ik ga 4 dagen Oostenrijk doen. Maar dat is voor morgen. Maar dus deze avond ga ik nog heel veel moeten inpakken en opschrijven en ja, let's go. Bye bye. Wassen, zwarte handjes, maar de klus is geklaard. Nieuwe remschijf, nieuwe remklauw langs twee kanten. Dus nu ben ik normaal gezien voor 200.000 kilometer altijd gesteld. Allee, je weet nooit wat er gebeurt, maar dat is toch de bedoeling. Laat ik het zo zeggen. Nu op weg naar huis en lijstjes beginnen maken en inpakken voor morgen. Let's go. My love's like a black hole sun, so bright when it burns, so dark when it's done. So hard to relate to one when I find myself tripping off that blunt. Prachtig.
prachtige dag weer. Hier liggen de dingen nog van Sam die was blijven slapen. Ik ga de vlog hier afronden. Want ik heb nog veel werk. Ten eerste, ik ben nog zwart. En daarna moet ik alles inpakken, lijsten maken, alles opladen, denken aan mijn GoPro, mijn camera, mijn gimbal, wat ik allemaal wil meenemen van materiaal, de route, mijn bus proper maken, genoeg. Ondertussen ook nog wat slapen. Morgen vroeg ga ik bellen met Jan om mijn skiles een beetje te begeleiden, want dat is mijn eerste skiles die ik ga geven. Dus dat is nice dat hij me wil helpen. Dus ja, ik ga afscheid nemen. Geniet van alle andere video's. Laat een like en een subscribe achter. Ik hou van jullie en onthoud, alles dat je bedenkt, alles dat jullie daar bedenken, kan en is mogelijk. Echt waar. Mwah, ciao. My love's like a black hole sun, so bright when it burns, so dark when it's done. So hard to relate to one when I find myself tripping off that blunt.